Zoals jullie zagen werd ik vandaag wakker op 85,2 kilo. Voor mij is het heel zwaar en zelfs een van de zwaarste weegmomenten in mijn hele leven. Daarom leek vandaag mij een goed idee om jullie mee te nemen in een full day of eating. Dus ik ga jullie vandaag laten zien wat ik aan het einde van mijn bulk nou eigenlijk eet op een dag. Dus het is ondertussen al 9:45 en daarom is het tijd voor de eerste maaltijd. De eerste maaltijd ziet er als volgt uit. Een eiwitshake klaargemaakt met melk in een blender omdat hij dan extra opgeklopt wordt. Een grote sterke bak koffie, want zonder koffie dan ben ik in de ochtend al helemaal niet uit te houden. Een kiwi, zodat we gelijk de vitamine levels hoog hebben. Kiwi is het beste stuk fruit op aarde, onthoud dat. En ik eet los een beetje van deze Trezor. Waarom? Ja, omdat hij hoog zit in koolhydraten en omdat ik het gewoon lekker vind. En de eiwitshake is natuurlijk om een vliegende start te hebben op de eiwitten, zodat we daar de rest van de dag minder zorgen over te maken. Dus ik ga dit lekker smikkelen en ik zie jullie zo. Oh ja, ik heb nog wat leuks voor de haters onder ons, de kiwi-haters. Want een kiwi moet je gewoon in zijn waarde laten. Dus die eet je natuurlijk gewoon met schil. Zo doe je dat, mensen. Niet helemaal doorsnijden, uitlepelen. Gewoon lekker met schil. Het is ondertussen al 4:30. Ik heb sinds vanochtend niks meer gegeten. Ik heb heel de middag op water en koffie geleefd. Want zoals jullie weten is koffie goed tegen de honger. En natuurlijk door de cafeïne krijg je ook weer een beetje energie ervan. Maar maaltijden heb je wel echt nodig. Dus het is tijd voor de tweede maaltijd. Ik heb hier eigenlijk heel simpel een diepvriesmaaltijd van de Jumbo. Hollandse Bami speciaal is het. Er zit van alles in. Er zit kip in, omeletreepjes, verschillende groentes in een lekker sausje. En het voordeel hiervan is dat het gewoon uit de diepvries komt. Je gooit het in een pan, je warmt het op en eigenlijk is het klaar. Er zit minimaal 200 gram groente in, dus eigenlijk heb je dan bijna je groentes voor de dag al binnen. En het is gewoon heel makkelijk. En sommige mensen denken dat maaltijden die uit de diepvries of uit de magnetron komen minder goed voor je zijn. Dat ze opeens alle vitamines en alles verliezen. Dat is niet waar. Diepvriesmaaltijden kunnen soms zelfs verser zijn dan verse maaltijden. Klinkt misschien raar, maar als je blauwe bessen bijvoorbeeld invriest na een dag en daarna na 4 weken of zo weer ontdooit, kan die verser zijn, is die eigenlijk automatisch verser dan een blauwe bes die je 4 weken in de koeling laat liggen. Dus ook verlies je eigenlijk geen vitamine en dat soort dingen. Dus eigenlijk zijn diepvriesmaaltijden helemaal niet slecht en is het een hele makkelijke manier om maaltijd te maken. Dus de calorieën en koolhydraten en heel de bende komt er op het scherm. Ik heb er zin in. Kijk, ziet toch gewoon hartstikke goed uit. Dus, dit is maaltijd nummer 2. Ik heb hem klaargemaakt met deze PEM spray. Dus dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk ook al calorieën bespaar in de boter. Want jullie moeten sowieso eigenlijk geen boter gebruiken als je minder vetten binnen wil krijgen. Dus je kan ervoor kiezen om voor een olijfolie te gaan bijvoorbeeld. Maar een PEM spray is qua vetten en heel de bende toch het beste. Dus ik ga hier lekker van genieten. En ik zie jullie bij de derde maaltijd. De volgende maaltijd bevat zo weinig calorieën dat ik het niet eens een echte maaltijd noem. Het is namelijk wat ik eet en drink voordat ik ga trainen. We beginnen met een koffie. Een banaantje en de pre-workout. De pre-workout neem ik alleen in als ik in de middag train of als ik in de avond train en ik heb daarna nog een lange dag, bijvoorbeeld als ik ga stappen. Ja, waarom drink en eet ik dit? Koffie, cafeïne, pre-workout, cafeïne en pomp en de banaan om even wat koolhydraten binnen te krijgen voor de training.
Dus ik ga naar de gym. Ik weet nog niet of ik jullie meeneem. Dat zie ik zo meteen wel. Maar ik zie jullie bij de volgende maaltijd. Ik ben weer thuis van de gym. Goede workout gehad. Ik heb alleen de bankdruk werksetjes gefilmd, want de rest van de training was niet heel boeiend om naar te kijken. Goede training gehad. Dus nu is het tijd voor de post-workout meal. En wij hebben nog een eiwitshake. De, hoe heet die? Salted caramel van MyProtein. Nieuwe smaak, dus die wil ik even testen. En ik heb hier een bakje havermout. Bakje, een redelijke bak. De statistiek komen we hier ergens op het scherm. En de eiwitten natuurlijk, omdat je, ik zou zeggen, binnen een uur na je training moet je een goede eiwitbron naar binnen krijgen. Nou ja, dit is meer dan genoeg eiwitten. En de havermout om de koolhydraten weer omhoog te krijgen, want ik ga zo meteen lekker op stap. Dus dit is het totaal wat ik eet. Oh ja, niet te vergeten, is ook nog een beetje honing in, 15 milliliter. Maar dit is dus het laatste wat ik echt daadwerkelijk eet vandaag. Ik zit rond 2000 calorieën als ik het goed heb berekend. Want vanavond ga ik op stap, dus dat betekent dat ik ga drinken, alcohol ga drinken. Dus ik moet rekening houden met de calorieën die ik vanavond met drinken binnenkrijg. Dus ik heb ervoor gezorgd dat mijn eiwitten goed zitten, dus ik ongeveer 160 gram als goed is. Dat betekent dat ik voldoende eiwitten binnen heb gekregen vandaag. Dan ga ik vanavond op stap. Nee! En de alcohol bevat dus calorieën en die kan je rekenen als koolhydraten of vetten bijvoorbeeld. Hangt er net vanaf wat je drinkt. En zo vul ik dus de rest van mijn calorieën op. En dan eindig ik waarschijnlijk rond de 3000 calorieën. En de totale statistieken zal ik zo even laten zien. Want meestal zit er in een biertje aardig wat calorieën en heel de bende. Dus dat gaat hard. Dus ik ga dit lekker opdrinken, opeten. En zo eindig ik eigenlijk de full day of eating. Misschien dat ik zo tijdens het drinken nog wat film, maar dat weet ik nog niet. Dus ik ga door, ik ga even kijken of de vragen zijn gesteld op mijn Instagram. En dan ga ik die beantwoorden voor jullie. Dus ja, tot zo. Ik zal op dezelfde plek zitten, geen bijzondere veranderingen. Misschien pak ik nog een despotje erbij, maar ja, ik zie jullie zo. Ik heb een lekker despootje erbij gepakt en het is tijd om de vragen die jullie mij hebben gesteld via Instagram te beantwoorden. Eerst wil ik even dat jullie mij allemaal gaan volgen op Instagram. Zo kan je zien wat ik eigenlijk allemaal doe in het dagelijks leven. En zo kan je het live bijhouden. En nu ga ik beginnen met de eerste vraag. Dat is een vraag van Kevin en dat is: kan je zonder gezond te eten hetzelfde resultaat halen? Het korte antwoord hiervan is ja. Het gaat niet om hetgene wat je eet, dus een hamburger of spersiebonen, maar het gaat om de voedingsstoffen die erin zitten. Dus de belangrijkste voedingsstoffen zijn calorieën, koolhydraten, vetten en eiwitten. Eiwitten heb je nodig voor spierherstel, terwijl spieropbouw. Dus als je gains wil maken, heb je die eiwitten nodig. En het gaat dus niet zozeer om hetgene wat je eet. In de laatste video van Marijn laat hij bijvoorbeeld mooi zien dat twee hamburgers qua koolhydraten, vet en eiwitten exact hetzelfde zijn als volgens mij de maaltijd zalm met asperges en avocado ofzo. Het enige verschil is dat de ene maaltijd natuurlijk beter voor je gezondheid is. Maar qua statistieken zijn ze eigenlijk hetzelfde. Dus voor de gains die jij mee maakt of het vet dat je ermee afvalt, zijn die maaltijden exact hetzelfde. Dus is eigenlijk het slechte eten net zo goed als het goede eten. Maar ja, daarnaast is natuurlijk voor de gezondheid kan je natuurlijk veel beter die maaltijd met spersiebonen etc. eten. Dus kan je hetzelfde resultaat behalen door slecht te eten, is het antwoord eigenlijk ja. Qua gains wel en fysiek, maar qua gezondheid is dit natuurlijk ja, niet optimaal. Dus Kevin, ik hoop dat je vraag beantwoordt. En dan gaan we naar de tweede vraag. En dat is een vraag van Sjevan.
Er staan heel veel typfouten in zoals je ziet. Dat ben ik wel gewend van die jongen. Dat kan hij niet zoveel aan doen, denk ik. Hier staat, hoe eet je zo snel mogelijk kapsalon? Nou ja, eigenlijk is dat heel simpel. Je zet gewoon je gedachten op nul. Je zorgt ervoor dat je de dag zelf of de dagen daarvoor minder hebt gegeten. En je gaat er gewoon voor. En als je een camera voor je neus hebt, is dat extra motivatie om het te halen. Dus hoe je het zo snel mogelijk eet, spaar calorieën die dag. Dus zorg ervoor dat je honger hebt. En voor de rest hersenen uit en gewoon zoveel mogelijk eten. Drink er genoeg bij, zodat je makkelijk weg kan spoelen. Maar dat zijn de belangrijkste tips eigenlijk die ik kan geven. De derde vraag, dat is een vraag van Kai. Iets gezonds wat goed vult en je toch kan eten zonder te veel vetten binnen te krijgen. Ja, deze kan je eigenlijk opdelen in twee grote aspecten. Ten eerste groentes. Groentes zijn over het algemeen laag in vetten. Het is gezond, want er zitten heel veel vitamines en dat soort dingen in. En het vult. Dus go-to is groente. Nou ja, niet iedereen lust alle groenten, maar 9 van 10 groentes zitten hier wel goed in. Iedereen lust wel iets. Dus je kan een courgette, een komkommer, ook al weet ik niet of dat een groente of een fruitsoort is eigenlijk. Paprika's, noem maar op. Eigenlijk zijn vrijwel alle groentesoorten goed. En natuurlijk zie je bijna altijd de kiprijs broccoli, maar eigenlijk zijn de meeste groentesoorten wel gewaagd aan elkaar. Daarnaast heb je nog de eiwitsources, noem ik het maar. En dat is eigenlijk kip, tonijn, die zijn eigenlijk, dat zijn mijn twee go-to's in het gebied van laagvetten en goed vullen. Want kip vult goed, minder goed dan groente, maar het bevat wel weer veel meer eiwit dan de groente. Dus kip en tonijn, die vullen redelijk, zijn hoog in eiwitten en relatief laag in calorieën. Dus groente, kip, tonijn zijn mijn go-to's als het gaat om wat goed vult en laagst in vetten, Kai. Ik hoop dat je dat dagen hebt gehad. Praten kan af en toe best lastig voor me zijn. En dan hebben we de laatste vraag van Glenn. Kan Alverrit helpen bij het verkrijgen van grote biceps, moet dat denk ik staan. Ja, Glenn, ik weet dat je een beetje zit te kloten door deze vraag. Maar ja, Alverrit, dat is hetgene wat baby's eten. Dus dat zijn die kleine potjes. En ja, weet je, grotere biceps dan Glenn is eigenlijk al onmogelijk. Dus zo groot als jou zullen ze nooit worden. Geen kans. Maar krijg je daar grotere biceps van? Nou, niet per definitie, omdat het spierherstel is spieropbouw en daar heb je eiwitten voor nodig. En er zijn heel veel dingen die hoger zitten in eiwitten dan Alverrit. Dus je kan er wel grote biceps van krijgen als je het met heel veel grote aantallen eet. Maar zoals je zelf ook wel weet, kan je dus beter voor een kipje, een shakeje of een tonijntje gaan of een andere vleessoort. Dat waren de vragen. Nogmaals, volg mij op Instagram. Laat weten wat je van deze video vond in de reacties. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Het scheelt mij echt heel veel als jullie gewoon even abonneren in plaats van alleen kijken. En vervolgens niet abonneren. Dus doe mij alsjeblieft een plezier. Het motiveert mij heel erg als ik een abonneer bij heb. Like de video als je hem leuk vond. Deel met iedereen. Misschien dat ik zo meteen nog wat film als ik aan het stappen ben. Maar dat zie ik dan wel weer. Laat mij ook weten wat jullie volgende week willen zien. Zelf heb ik eens in de gedachte om jullie uit te leggen wanneer je moet beginnen met droogtrainen. Maar ik laat de keuze aan jullie. Ik zal een Instagram poll doen. Reageer daar gewoon op wat jij wil zien volgende week. En dan hoop ik dat ik dat waar kan maken. Dus ik ben weer blij als jullie hebben gekeken. Helemaal als je het einde hebt gemaakt. En ik zie jullie volgende week.